Goedenavond, dames en heren. De laatste mensen zoeken een plek in de zaal voor de discussie die wij aansluitend aan de film zullen hebben. Daarbij kunt u ook een voorname bijdrage leveren, want ik kan me voorstellen dat er naar aanleiding van de film ook bij uw gevoelens of bepaalde uitspraken worden opgeroepen naar aanleiding van datgene wat we hebben gezien. We zullen met vier panelleden ook doorspreken over dat thema van de zomerconferentie, transparantie, alles openbaar. Weg met de achterkamertjes is een vraag die op de poster staat. Ik kom vanzelf ook naar u toe, dus als u wil reageren, maak het even kenbaar. Dan kom ik naar u toe. Laten we de microfoon gewoon gebruiken, zodat iedereen ook verstaanbaar is. De vier panelleden heb ik in het begin van de film al even geïntroduceerd. Maar we gaan doorspreken met Mariko Peters. Voormalig Tweede Kamerlid van GroenLinks, en u bent ook een van de mensen die zich hard heeft gemaakt voor de vernieuwing van de wet openbaar bestuur. Deze maand natuurlijk volop in het nieuws geweest. Johan Graafland, hoogleraar bedrijfsethiek en economie in Tilburg. Ik kom zo dadelijk als eerste bij u, naar aanleiding van de ontknoping van de film zojuist. Judith Merkies, Europarlementariër van de Partij van de Arbeid. Ook de invalshoek Europa zullen we vanavond op ingaan. En tot slot Bram Vermeer, wetenschapsjournalist. Maar Johan Graafland, mag ik dan allereerst aan u eens vragen, want u op uw bordje zou hebben gestaan bedrijfsethiek. En wat we net hebben gezien, hoe kijkt u daar dan naar vanuit de bedrijfsethiek? Want dit was wel een hele opvallende ontknoping. Ja, er zijn een paar heel sprekende elementen in de film. Ik noem er een paar. Eén is dat Steven, hoofdpersoon, blijkt iemand die toch een zekere mate van integriteit heeft. En dat blijkt ook wel uit hier van knoping. En toch verkoopt hij iets wat heel dubieus is. En dat vertaalt zich ook naar onze praktijk. Je hebt soms te maken met mensen die bijvoorbeeld namens de bank of een verzekeraar werken. En die ook eerlijk zijn en misschien ook helemaal niet kwaad bedoelen. Maar uiteindelijk blijkt dat de producten die ze verkochten aan je eigenlijk een vorm van opgrijperij waren. Hoe komt het nou dat zo'n iemand dit gaat doen? En is hij nou moreel verantwoordelijk in welke zin dan? Dat is één element. En het tweede element wat heel herkenbaar is, deze film is inderdaad het verschil als het gaat om micro-ethiek van Steven, zijn individuele ethiek, en de ethiek van de organisatie. Hij wordt in zekere zin gemanipuleerd door zijn organisatie. Hij krijgt maar beperkt informatie. En dat is ook iets wat je tegenkomt in bedrijven. Dat die informatie eigenlijk heel strategisch ingekapseld wordt. Mm-hmm. Zodanig dat een heel aantal mensen ook naar eer en geweten kunnen zeggen, ik heb het niet geweten. En dan doen zich de vraag voor, had je het toch niet moeten weten? Nou, het zijn twee elementen die ook in deze film heel sprekend naar voren komen. Ja. U doet daar onder meer ook onderzoek naar op Europees niveau, dus dat is ook een mooie link met de persoon naast u. Maar allereerst u als persoon, de gevoelens die u had toen u de film bekeek. En heeft u dan ontwikkelt zich een zekere afkeer tegen Global of de personages in de film? Komen er bij u ook emoties los? Of bent u daarvoor toch te veel de wetenschapper die op afstand blijft? Nou, ben ik zo goed verstaanbaar zonder microfoon? Ja, doe het zo. De emotie die bij mij wel toch wel opkwam is, deze film gaat heel ver in zijn mate waarin de Global geraffineerd zij opereert. Ik denk dat misschien iets een extreem is, dat je in de praktijk niet veel voorkomt, maar wel dat grote bedrijven toch wel een grote kans lopen om op een bepaalde manier met klanten om te gaan, om ze te gebruiken. En dat helemaal verweven is met de manier waarop de klant wordt benaderd. En dat vind ik toch wel heel zorgwekkend. Okay. Dat is toch iets waar je inderdaad als individu uiteindelijk heel weinig tegen kan doen. Daar komen we straks zeker nog op terug. En Mariko Peters, als ik aan u vraag, hoe heeft u naar de film gekeken? En u zult het ook een beetje zien als een bepaalde metafoor, want ja, de term overheid is vanavond al gevallen, maar in deze film was geen overheid te zien. Of nauwelijks. Nou, we hadden de
We kunnen het zonder doen hoor, dus. We hadden de toezichthouder, hè, die was gekozen. En het groen had dat hij zijn stemmen moest winnen in de town hall meetings. En het groen had dat er een lectoraat was dat naar hem luisterde. Het was niet een schoolvoorbeeld van een gekozen, zoals je ze graag zou zien. Sorry, ik ben even kwaad. Nou, het gevoel ook. Hoe heeft u gewoon naar de film gekeken? Vanuit ook de achtergrond als Kamerlid. Want we klagen veel over de overheid in Nederland. Maar als we deze film zien, dan mogen we toch ook nog een keer denken. We zijn blij dat er een overheid is die dingen regelt en uitzoekt, of niet? Nou, ik denk dat er meer mensen zijn die de reactie hadden als ik. Dit zou toch niet in het echt zo gebeuren? Dat informatie zo strategisch gemanipuleerd wordt ingezet. Maar ik zou er niet voor durven tekenen, voor die wetenschap. En precies dat je dat niet weet. En dat je daar als burger of als degene die afhankelijk is van informatie bij de beroepsuitoefening geen controle op kan krijgen. Voedt wantrouwen richting bedrijven die hun geld moeten verdienen met schaarse goederen. Maar voedt wat mij betreft op dezelfde manier ook wantrouwen richting de politiek. Voor wie informatie weliswaar geen bron van commercieel gewin is, maar natuurlijk wel een bron van politieke macht. En dat brengt mij op waar ik me als politicus voor heb ingezet, is dat ik ervan overtuigd ben dat in een democratische samenleving informatie een belangrijk middel is in handen van burgers om zonder dat soort eigen belangen van commercie of politiek een tegenmacht te vormen. Om te proberen zo goed als mogelijk controle uit te oefenen op dit soort mechanismes. Ja, dan hebben we het vooral over informatie die beschikbaar is bij de overheid en dus op te vragen is. Hè, en, dat is één. Maar je kan je ook afvragen tot hoever zo'n informatie of openbaarmakingsplicht zou moeten reiken. In Nederland kent de wet openbaarheid van bestuur. Legt normen neer voor transparantie van bestuur, overheidsorganen. Is logisch, want die worden met belastinggeld betaald. Maar je kan je ook afvragen, in veel landen gebeurt dat ook al. En volgens internationale standaarden zou het ook zo moeten zijn. Of die norm zich niet ook zou moeten uitstrekken tot het bedrijfsleven. Zeker waar het bedrijfsleven deels gefinancierd wordt met overheidsgeld. Deels bestuurd wordt door overheden. Of zich begeven op terreinen van publiek belang. Denk aan nutsvoorzieningen, denk aan energievoorzieningen. Denk zeker aan zoiets als wat de volksgezondheid of het milieu of het leefklimaat kan treffen als de situatie in de film die wij dachten. En de vraag is, moeten bedrijven zich dan op zo'n terrein ook niet gedragen ten opzichte van de gemeenschap zoals we van overheden verwachten? Oké, dan hebben we het over informatie en dan kom ik bij Bram Vermeer, want het woord informatie, het begrip informatie. U heeft onder meer het boek geschreven, wetenschap is ook maar een mening. Dus als we het hebben over informatie en de openbaarheid daarvan en ook in relatie met datgene wat we net zagen. Ja, kunt u iets meer vertellen over de achtergrond van uw boek en hoe u hier dan naar kijkt? Ja, de informatie is eigenlijk heel erg afwezig in deze film. Wordt aan alle kanten gemanipuleerd. En eigenlijk de enige die in de film goed toegang heeft tot allerlei andere bronnen is die natuurkunde-leraar. Die in Cornell had gestudeerd, bij Boeing had gewerkt, MIT had hij achter de rug. Die moet door informatie uit openbare bronnen, die er wel degelijk heel veel is in de Verenigde Staten, daar moet hij toegang toe hebben en moet hij kunnen interpreteren en begrijpen. En heeft hij, blijkbaar de film, ook naar gekeken. Maar het enige wat hij zegt is, ga eens googlen op schaliegas, dan kom je vanzelf wat tegen. Alsof Google de waarheid is. Ja, precies. Als ik google op keelpijn, dan kom ik ook heel veel tegen. Dat is maar het begin. Verder deelt hij eigenlijk alleen maar zijn angsten met het publiek bij die eerste zitting. De angst dat hij, nu hij oud is, het landschap om hem heen ziet veranderen. En dat wil hij eigenlijk al niet meemaken. Maar je ziet niet gebeuren dat burgers bij elkaar gaan zitten. Nu eens die ene studie van Cornell is hier ook belangrijk in. Die alle 35.000 gevallen van shale gas aanboren in de Verenigde Staten in kaart heeft gebracht. Om dat eens te bekijken wat daar de resultaten zijn van zo'n evaluatie. En op die manier met elkaar in een soort hoorzitting te discussiëren. Dat zie je niet gebeuren.
Maar toch lijken we te kijken naar een onderwerp waar ook veel wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan. Veel wetenschappelijke gegevens over beschikbaar zijn. Het schaliegas en de winning daarvan. Dus verklaar u nog even nader waar het gaat om de titel wetenschap is ook maar een mening. Waar komt die stelling bij u dan vandaan? Ja, ik heb geprobeerd te kijken, dat is een gevleugeld woord geworden, waar dat voor het eerst gebruikt wordt. Je komt al heel ver terug in de handelingen van de Tweede Kamer, kom je die uitdrukking tegen. Nee. Wetenschap is niet een mening. De sterkte van een vliegtuig wordt niet met een mening of een meerderheid van stemmen bepaald. Er zijn in de wetenschap bepaalde dingen waar je het met elkaar over eens kunt zijn. En er zijn ook dingen waar je het oneens over elkaar bent, waar misschien nog meer onderzoek nodig is. Of waar je vanuit de schoolvorming verschillend tegenaan kijkt. Mm-hmm. Dus dan kun je wel degelijk bepaalde dingen aanwijzen waar je het eens over kunt zijn. En waar je het niet over eens bent. En dat heb ik in dat boek geprobeerd te doen aan de hand van 25 politieke uitspraken die speelden rond die verkiezingen. Oké. Tot slot, ja, mevrouw Merkies, u wilde de film ook heel graag zien, hè? Want schaliegas, daar komen we misschien nog over te spreken, ook met mensen in het publiek. Schaliegas is een van de zaken waarvan u zegt, daar maak ik me misschien zorgen over, boos over. In ieder geval, vandaag in de krant hebben we kunnen zien, u bent daar tegen. Dus dat is bij deze al duidelijk. Maar vertel, u wilt reageren op meneer Vermeer. Nou, er is hier veel om over te reageren, ja. Het punt is dat het is heel moeilijk om neutrale informatie te krijgen. Dat merken we elke keer weer. Dat merken we in de politiek. En we hebben niet voor niets nu een nieuwe hoogleraar in Leiden die zich bezig gaat houden met lobbypraktijk. Wat is dat nou precies, lobbyen? En is het dan zo, zeg maar gewoon, politici, zijn lobbyisten enge, gevaarlijke mensen? En laten politici zich hun oren hangen naar lobbyisten, die uiteraard dan altijd zouden worden betaald door bedrijven? Nou, gelukkig is het niet zo ver, maar het is wel zo, het is heel erg moeilijk om een neutrale mening te hebben. En de vraag is ook of je dat moet willen hebben. Dus het gaat om dat je goede informatie wilt krijgen. Als ik hier eventjes op in mag gaan, dan in de wetenschap is het zo dat wat wordt gepubliceerd zijn doorgaans excellente onderzoeken. Het zijn onderzoeken met opvallende meningen, opvallende uitkomsten, opvallend wat er is gebeurd of eventueel opvallende onderzoeken. Er is ook heel veel onderzoek wat niet die resultaten brengt wat we willen hebben. Wat niet zo excellent is of niet zo opzienbarend. Heel vaak verdwijnt dat in een la. En daar horen we helemaal niets meer over. Dus we horen vooral de onderzoeken die resultaten hebben gekregen. En niet de onderzoeken die niet die of wenselijke resultaten hebben gekregen. Dus is het zo dat wetenschap dan alleen maar alles brengt? Nee. En bovendien in de Verenigde Staten is het ook zo dat heel veel universiteiten leerstoelen hebben die worden betaald. Altijd is dus de vraag, ik wil helemaal niet zeggen dus dat wetenschap maar een mening is, want ik vind die wetenschap heel erg noodzakelijk. Alleen we zien steeds meer terugtrekkende overheid, steeds minder publieke middelen voor onderzoek, steeds minder publieke middelen voor echt goede informatie. En dan blijft altijd de vraag, informatie is altijd gekleurd. En ik denk dat we dat eens een keertje aan mensen moeten gaan zeggen. De krant die u leest is gekleurd. De politicus die spreekt is gekleurd. En de wetenschapper, er zit doorgaans een hele wereld achter die het hoogste in de moeite waard is om te bestuderen. Dan is het interessant om ook even aan meneer Graafland, u als wetenschapper, hoe luistert u hiernaar? Bent u het ermee eens? Deels herken ik dat wel, maar even een voorbeeldje te geven. Ik had een artikel in een internationaal tijdschrift gestuurd en ik had een zestal hypotheses getoetst. En ik kreeg als drie daarvan werden bevestigd en drie werden niet bevestigd. En ik kreeg als kritiek, dat die drie die niet bevestigd werden, die kon ik er maar beter uithalen. Want als ze dan toch niet bevestigd werden, dan was dat dus geen informatie. Toen brak mijn klomp een beetje, want dan krijg je dus inderdaad dat hypothesen die niet bevestigd worden, die dringen niet meer door in de wetenschap. En die heb je juist nodig om die onzekerheid in beeld te krijgen dat hypotheses lang niet altijd bevestigd worden. Maar waar ik een klein beetje kritiek op heb, is, u zegt van neutrale informatie. Maar we moeten wel realiseren, dat heeft dus ook met transparantie te maken, dat informatie kan gewoon geweldig complex zijn. En wij zijn allemaal, als individu, maar ook als organisatie, begrensd in onze rationaliteit. Dus als wij een veelheid aan informatie krijgen, of veel verschillende uitkomsten, wordt het steeds moeilijker om een duidelijk beeld te krijgen. Ik heb zelf
bijvoorbeeld bij het Centraal Planbureau ook jaren gewerkt en meegewerkt aan verkiezingsprogramma's, de doorrekening van verkiezingsprogramma's. Waar altijd zoveel kritiek op wordt geleverd. Ja, ja. En daar zie je dus ook echt de grenzen aan wat je als CPB nog aan transparantie kan tonen hoe die resultaten nou eigenlijk gevormd zijn. Want daar zit zo ongelooflijk veel informatie achter. En wat ook een probleem is, is dat zou je de onzekerheid in zo'n analyse tot uitdrukking willen brengen, dan heb je gewoon veel meer tijd nodig dan die pakkelige 2 maanden die je hebt om zo'n analyse te doen. Dus ik wil het niet verdedigen, maar we zitten hoe meer transparantie, ook hoe meer complexiteit. En het is dus niet gezegd dat we dan een neutrale mening krijgen. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En een van. Ja. Een neutrale positie bestaat niet, zegt ook de hoofdrolspeler Steve in de film. Maar ik denk een van de belangrijkste dingen die wetenschappers kunnen doen is communiceren over de onzekerheid in hun resultaten. Als het CPB foutenvlaggen zou zetten op de voorspellingen van economische groei of op de doorrekeningen van verkiezingsprogramma's, dan zouden we al een stuk meer reden. Dan zouden we weten dat ze eigenlijk heel erg dicht bij elkaar liggen. Ook in dit voorbeeld van schaliegas. De vinger erop leggen waar de onzekerheden liggen, dat zou wel eens de belangrijkste bijdrage van wetenschappers kunnen zijn. En daarvoor moet je, ik zeg wetenschappers in het meervoud, daarvoor moet je verschillende wetenschappers bij elkaar zetten. Misschien een verschillende visie op de zaak hebben. Ja. Misschien nog één opmerking, daar ben ik dus helemaal niet eens. Ja. Maar een complicatie is alweer dat we vaak ook geen informatie hebben over de mate van onzekerheid. En dat geldt dus ook voor die CPB-uitkomsten, die zijn weer geschat op modellen. En er zitten wel allerlei onzekerheidsverdelingen achter. Maar de schatting van die onzekerheidsverdeling is ook weer onzeker. Ja, maar ik moet helemaal achter in de laatste bijlage bladeren om daar iets over te lezen. Met andere woorden, wetenschap is ontzettend lastig. Dat zullen we ons allemaal wel u wou ook reageren, mevrouw Marquise? Ik wil even een heel ander voorbeeld geven. We hebben het de afgelopen jaar, is na schaliegas een enorme discussie geweest. De discussie rond de nicotinoïden. Dan heb je het eigenlijk over bijensterfte. Moeilijk woord, moet elke keer weer oefenen. Bijensterfte. Als gevolg van bepaalde pesticiden die er worden gebruikt. Nou is het elke keer de vraag geweest, waarom waar zijn? Het is niet lineair aangetoond dat die bijen sterven door dit bepaalde stof in deze pesticiden. Want namelijk, we hebben ondertussen ook al 2 jaar geleden, dachten we allemaal dat het de GSM's waren waardoor de bijen allemaal stierven. En 3 jaar geleden hadden we weer een ander iets gevonden waardoor de bijen stierven. En dus zegt Bayer, ja, dan is het dit keer is het toevallig ons product. En wij hebben aangetoond dat in bepaalde onderzoeken dat het niet zo is. Nou waren die onderzoeken helaas weer niet openbaar. En hebben ook erg voor gevochten. En het is waarschijnlijk wel deze stof. Maar zo zie je dat elke keer het zo is dat Bayer verwacht eigenlijk die bijensterfte niet, omdat op de een of andere daar ook niet op werd gezocht. Kortom, ook zeg maar met schaliegas, maar met heel veel van deze nieuwe ontwikkelingen blijken er heel vaak invalshoeken te zijn die gewoon in welke onderzoek natuurlijk overhoog worden gezien, waardoor je alleen maar door dat het wordt uitgevoerd. En soms zijn het geen eens korte termijn effecten, maar lange termijn effecten merk je eigenlijk wat je over het hoofd hebt gezien. Ja, maar het is geen nieuwe techniek, hè? Het is 35.000 keer toegepast in de Verenigde Staten. Ook in Nederland is 200 keer fracking toegepast al. In bestaande gasvelden is dat een gebruikelijke techniek om dan, als we wat ouder worden, nog wat meer uit te halen. Je boort dan niet naar schaliegas, maar dezelfde techniek met chemicaliën pas je wel toe. Dus we hebben enige ervaring, je kunt dingen gaan meten en bekijken. Ja. Mag ik even terugkomen? Ja, mevrouw Peet. Volgens mij de essentie is die deze film aanroert en waar we in deze discussie ook tegenaan hikken is, hoeveel informatie moet er verplicht vrijkomen als het gaat om kwesties die de gemeenschap, die publieke belangen raken? Kun je daar overheden toe verplichten? Of kan zo'n town hall commissioner ermee vrijkomen dat hij kaarten achter de borst houdt, geen openheid van transparantie over bijvoorbeeld betalingen hoeft te geven? Maar kunnen ook bedrijven ermee vrijkomen dat ze niet alle onderzoeksrapportages, alle schadegevallen die er bekend zijn geweest, vrijgeven om een publieke discussie te voeren? En je ziet dat er vaak 2 argumenten gevoerd worden om te bepleiten dat informatie niet vrijgegeven hoeft te worden. Bij bedrijven is het argument, dat is commercieel gevoelige informatie.
Die moeten wij niet vrijgeven, want dat zou onze handelsbelangen kunnen raken. Dan kunnen de concurrenten daarvan profiteren. Vraag 1, is dat een valide argument als het gaat om publiek belang? Voor overheden is vaak een argument, misschien is het nog niet zeker. Hè? Er bestaat geen echte wetenschap. En we moeten de burgers niet in verwarring brengen met onzekere informatie. Nou, daar is de vraag, voor wie komt het risico van onzekerheid? Komt dat risico voor de burger, die dan zelf moet denken, hè? Wat doe ik ermee? Dat maak ik zelf wel uit en verbind ik deze of deze consequentie aan. Misschien merkt u dat bij de stembus. Of is dat risico van de overheid die zegt, wij kunnen door voorlichting of door propaganda of door temporisering in het vrijgeven van informatie, wanneer de momenten daarvoor rijp zijn, de informatie vrijgeven. Nou, de stelling van de informatiesamenleving, van de open samenleving, is natuurlijk dat het de burger zelf is die het wel uitmaakt wat hij met al die informatie doet. En dat als het publiek belang is wat wordt geraakt, of je nou een overheid of een bedrijf bent, dat er openbaarheid gegeven moet worden. Dus juridisch vastgelegd, zodat bedrijven niet met zo'n argument kunnen wegkomen dat het de handelsbelangen zou kunnen schaden. Maar even om het duidelijk te krijgen, wat zou uw ideaal zijn? Wat is uw droom in dat opzicht, als we kijken naar de dag van... Mijn ideaal is niet dat je voor mensen de onzekerheid wegneemt van, is dit maar een mening? Of wat voor conclusie moet ik trekken uit zo'n veelheid van onderzoeken? Mijn ideaal is dat we de burgers serieus nemen, dat we ze vertrouwen. En dat waar het om publieke belangen gaat, we hebben een paar... Maar er waren ten tijde van WikiLeaks mensen die zeiden, over een aantal jaar staat alles op het internet, is alles openbaar en die overheden kunnen dat helemaal niet meer tegenhouden als ze dat willen. We zien nu eigenlijk een beweging de andere kant op, maar wat vindt u daarvan? Moet alles openbaar, moet alles op het internet? Alles is natuurlijk weer een ander uiterste. Ik heb het nu over informatie die het publieke belang kan scharen. Als je allerlei internationale onderzoeken naar informatie van publiek belang bekijkt, dan verschillen daar de meningen niet zo over. De wereldgemeenschap is er wel over eens dat privacy, informatie, persoonsgegevens, mm-hmm. dat die daar niet onder moeten vallen. Echte details van veiligheid, nationale veiligheid, die moeten daar niet onder vallen. En daar is internationaal niet zoveel verschil van. Dus het kan niet zo ingewikkeld zijn voor de politiek om dat gewoon te regelen en ten uitvoer te brengen, begrijp ik. Ja, ik denk dat het een gevecht tegen de bierkei is als je dat probeert tegen te houden. En ik denk dat het ook een cultureel fenomeen is overheden die angstig zijn tegenover een burger, dat ze te veel te weten zouden komen. Of die niet van bedrijven durven vragen, goh, de aarde is kwetsbaar, sommige dingen, daar moet je gewoon transparant over zijn. Die in de 21ste eeuw gewoon steeds meer bevochten wordt. Dat mensen denken, ja, dat vertrouwen we niet meer van de overheid, we willen er zelf meer over delen. Als er mensen zijn die willen reageren, maak dat even kenbaar, dan kom ik naar u toe. Ik ben het helemaal eens, maar gewoon dat alles openbaar moet zijn. Ik was overigens wel heel blij toen ik naar de film keek dat ik dacht van, wat is het goed dat hier tenminste bepaalde keuzes al bij voorbaat worden genomen door de regering. Want wij in ieder geval gewoon door de democratie, dat het niet per keer allemaal besloten moet worden. Ik ben Europarlementariër en dat betekent dat ik vrijwel elke dag word geconfronteerd met allemaal vragen met, nou, wat doet Europa dan? Wat doe jij eigenlijk? Wat doet het Europees Parlement? En het gekke is, er is alles wat Europa doet, het staat eigenlijk allemaal online. Er is geen, de Europese parlement, ik bedoel, het is alsof we permanent in een Big Brother huis leven. Overal staan camera's met wat je ook doet. Al je vragen worden online gezet. Al onze bijdragen staan al op de website. De hele commissie, overal, allemaal websites. En dan is de vraag, en worden ze geconsulteerd? Nou, daar moet ik dan echt op antwoorden. Dat wordt vooral door bedrijven geconsulteerd. En ook door Greenpeace, dus NGO's. Maar de gemiddelde burger kijkt niet op deze sites. Dus dan is de vraag, je kan wel alles online zetten of WikiLeaks zetten, maar gaan mensen het ook lezen? Want we lezen echt in een tijd waar je niet, waar je informatie, je weet niet of het goede informatie is en er is zoveel. En vandaar dat eigenlijk de belangrijkste taak op dit moment is van de overheid, van de politiek, is om duidelijk stelling te nemen, om te gaan informeren, om ook, zeg maar, gewoon samen bereid zijn de andere kant in te nemen.
Maar namelijk op dit moment vinden we door de bomen zien we het bos niet. Ja. Maar is daar ook een eenvoudige oplossing voor? Ontbreekt het aan een Google-machine die informatie ontsluit? Of? Nou, prima vinden hoor. Ja. Met Google kan je alles vinden. Alleen bij Google krijg je rechts alle advertenties, weten mensen dat het inderdaad betaald is. Bovenaan staan die Google zelf ook belangen bij heeft, want Google verkoopt zelf ook producten. En pas ergens op pagina 7 begint zeg maar eens een keertje de echte informatie. Weten mensen dat sowieso? Dus vandaar zijn we gewoon dus dat we eindelijk eens een keertje gewoon gaan kijken naar wat goede informatie is. Dat is echt heel erg belangrijk. En het ligt dus ook aan wat mensen willen. U zegt eigenlijk, de behoefte is er dus niet zo bij de burger dat jullie informatie allemaal Die is er wel, alleen ze weten niet waar ze het moeten krijgen. Ze weten niet wat betrouwbaar is. En ze weten ook niet welke keuzes daarin gemaakt kunnen worden. Meneer Vermeer. Ja, volgens mij weet de nationale overheid ook niet erg de informatie van het Europese parlement te vinden. Het Europese parlement heeft vorig jaar, meen ik, een onderzoek gedaan naar schaliegas. Met een prachtig rapport. Wat als twee druppels water lijkt op het rapport wat nu afgelopen maandag in opdracht van de Nederlandse regering is uitgekomen. Dat was helemaal niet nodig geweest, dat hadden we al. Ja. En bovendien, eerlijk gezegd, is energie een Europese kwestie. Dus het heeft heel erg weinig zin om dit alleen in Nederland te gaan beslissen. Plus, aangezien we ook net in de film hebben gezien dat fracking een grote invloed heeft op de watervoorziening. En zeg maar gewoon om water met nadruk iets is wat door heel Europa gaat. Is het ook een beetje gek, bijvoorbeeld Nederland gaat fracken. Bijvoorbeeld eventueel dicht bij de Duitse grens. Terwijl de gevolgen mogelijk inderdaad gewoon voor onze Oostenrijk zijn. Nederland frackt dan in Groningen. Oké, maar even ook terug naar... Veel informatie is er al. Techniek om informatie te doorzoeken is er ook al. Toch zie je een beetje frictie in het vraag en aanbod hier. Informatie wordt vaak op een handige manier aangeboden, ook al is ze er. Het is vaak niet doorzoekbaar voor een machine, omdat het niet in open source wordt aangeboden. Maar het is een kwestie van techniek die er al is. Die je pas gaat toepassen als je het echt heel belangrijk vindt, informatie. En wanneer is het moment dat je het belangrijk moet gaan vinden? Niet wanneer je gaat nadenken als PR-bureau, de loket voor de overheidscommunicatie. Je moet erover gaan nadenken bij het moment van ontstaan van informatie. Bijvoorbeeld, ik werk nu weer voor de Rijksoverheid. Daar is een prachtig digitaal systeem. En daar kun je bij het maken van documenten, kun je aan het eind ervan kiezen voor classificaties. Vertrouwelijk, zeer vertrouwelijk, dossiernaam. Het zou een kwestie van één knopje extra zijn om ervoor te kiezen, openbaar. Maar die functie is er niet. Het wordt dus ook niet met het oog op openbaarheid geschreven. Maar die techniek om dat te doen, andere landen hebben het al wel. Estland, als je daar op de zendknop drukt. Ik zeg niet dat we Estland moeten worden, maar er is de situatie dat het bij het zenden meteen al openbaar wordt voor burgers die het mochten willen opzoeken. Dus daar ligt het niet aan. Het ligt aan wil om veel informatie die er gewoon is. En de meeste informatie, ik zou bijna durven claimen, 95% van informatie. Er zit geen geheim in. Kan zo worden geopenbaard en gebruiksvriendelijker gemaakt. Ja, eigenlijk sluit het aan bij wat u zegt. Alles wat wij in Europa doen is al openbaar, kun je terugzoeken. En u zegt dat moet de Nederlandse overheid dus zo snel mogelijk ook gaan doen. Meneer Graafland, even ook terug naar bedrijfsleven. Want Mariko Peters, u noemde dat net al, de rol van het bedrijfsleven en de weerzin tegen het delen van informatie. En zeker als we de film zojuist hebben gezien, is dat denk ik een heel belangrijk vraagstuk. In hoeverre zijn bedrijven op dit moment openbaar en zijn zij bereid om in de toekomst informatie ook te delen? Want de wereld verandert. We hebben afgelopen jaar veel ophef gezien over belastingontwijking, de rol van bedrijven waar het gaat om belastingafdracht. En u, meneer Graafland, heeft daar ook op Europees niveau onderzoek naar gedaan. Kunt u daar iets over vertellen hoe bedrijven omgaan met openbaarheid van hun eigen bedrijfsgegevens? En weten zij überhaupt wat zij in de kern doen? Ja, ik wilde misschien nog even reageren. Dat heeft toch met dat vertrouwen te maken op wat er gezegd is. En ook wat ik al gezegd heb, dat te veel informatie niet meer gehandeld kan worden. Gebrek aan transparantie leidt tot weinig vertrouwen, tot wantrouwen. En dat is een groot probleem, een maatschappelijk probleem waar wij allemaal mee te maken hebben. Nou zegt u, op Europa zetten wij alles, is eigenlijk alles transparant. Nou, maar, wacht even, het staat allemaal online. Ja. Of het goed te vinden is, vind ik het te Het is een parlement, dat zegt nog niks over precies, de besturen van Europa. Ik denk, naar de burger kan je niet verwachten dat de burger al die informatie
op een bepaalde manier tot zich neemt. Je hebt gelukkig de media. De media die komen al een selectie maken. Maar het gaat de burger natuurlijk uiteindelijk ook om hoe betrouwbaar, hoe eerlijk is het bestuur. En dan zal transparantie ook kunnen helpen, omdat het een soort regulerend mechanisme is, om ook die eerlijkheid binnen het bestuur te vergroten. Want op het moment dat je transparant bent, word je al iets kwetsbaarder, ga je meer vertellen. Pas. Dat zou dan op lange termijn tot minder incidenten, hè? Voorbeelden van corruptie en zo, die vooral in het verleden tot groot wantrouwen hebben geleid. Dus ik denk dat die transparantie, daarvan moet je niet verwachten dat alle burgers die nou tot zich nemen, dat is veel te veel. Maar toch zal het zijn uitwerking hebben, denk ik, op de duur. Maar als het nou gaat om de echte transparantie, dan zit hem dat, denk ik, inderdaad, wat u zegt, niet in hoeveel vergoedingen u krijgt en wat er al besloten is. Die echte transparantie, die ontbreekt als het gaat om de echte keuzes die gemaakt worden. Die worden toch ook wel in Europa, denk ik, in achterkamertjes politiek. Neem bijvoorbeeld, om maar even één voorbeeld te geven, de manier waarop Ierland de schuld van de banken, het publiek, op zich genomen heeft. Nou, dat is we weten het hele fijne er nog niet van, maar er zijn indicaties dat ze daartoe geprest zijn door de Europese Centrale Bank, omdat Duitse banken enorm belangen hadden en die wilden eruit kunnen trekken. Nou, dan zie je dus dat echt voor Ierland geweldig belangrijke beslissing, want de overheidsschuld van Ierland, die was voor de crisis 25%, die is nu 90% of meer dan 90%. Dat is dus het gevolg van het feit dat de regering gezegd heeft, oké, wij staan garant daarvoor. En je ziet dus dat op een buitengewoon intransparant, het is nu zelfs nog niet transparant hoe dat nou eigenlijk gekomen is, maar het gevolg is dat de eerste bevolking met een schuld zit, van heb ik jou daar. Ja, ik hoop dat er een journalist in de zaal is die dit gaat uitzoeken dan. Want dat hebben we nog niet kunnen lezen. Heeft u daar ook een verklaring voor dat dan blijkbaar niet wordt opgepikt? Want u noemt het zo, maar... Nou ja, kijk, er is natuurlijk enorm belang bij om dat onder de pet te houden. Maar laat dus zien dat werkelijk belangrijke beslissingen, daar hebben wij toch maar... Ik ga naar een vraag in de zaal, want we zullen dit niet opgehelderd krijgen voor het eind van de avond. U wilt reageren en dan pakken we straks het lijntje van de bedrijven en hoe zij met openbaarheid omgaan wel weer op. Ja, ik ben wel geïnteresseerd door het verhaal van de heer Graafland. U geeft aan, het gaat niet zozeer om hoeveelheid en informatie die je op het internet en waar dan ook kunt dumpen. Hè? Want voor de gemiddelde burger is dat tamelijk veel, dan heb je een behoorlijke werkweek aan. Om dat te resourcen en te kijken wat er überhaupt staat. Het gaat ook om het vertrouwen dat mensen hebben in de vertegenwoordigers van het openbaar bestuur, in de vertegenwoordigers van bedrijven. Ik denk zelf ook dat politici daar een hele belangrijke rol in hebben, in het duiden van de informatie, hoe zij de informatie wegen. Mevrouw Merkies gaf aan, en u zei dat net ook, van u heeft het standpunt over schaduwgas, blijkbaar dat u tegen bent. U geeft net zelf aan, dat u ook zegt, ja, maar ik duid dat ook met een bepaalde politieke weging. Maar geeft u dan ook, of ziet u dan ook als uw verantwoordelijkheid om naar uw electoraat aan te geven, ik duid de informatie als volgt, zo zie ik de voor- en tegens, en dit is de persoonlijke mening die ik eraan toevoeg. Hoe geeft u dat vertrouwen aan die burgers, dat zij snappen wat u aan het doen bent, en dat u daar ook een persoonlijke mening aan geeft? Mag u nog reageren? Ik denk vaak dat is de moeilijkheid. Hè? Maar namelijk ook altijd wordt dat gevraagd. Je hebt de vraag, bijvoorbeeld ook in het Europees Parlement, was er ook om een lobbyregister. Met wie praten wij eigenlijk? De vraag is dus nu bijvoorbeeld of dat ook hier in Den Haag en ook in alle andere parlementen moet komen. Er komt steeds meer vraag naar, inderdaad steeds meer transparantie en informatie. En de vraag is of dat uiteindelijk leidt tot dat wat we willen weten. Want de vraag die u stelt is eigenlijk dat mensen willen weten. Welke kennis heb je tot je genomen? Of misschien geen kennis, maar gewoon, wat is je standpunt? En waarom doe je dat eigenlijk? Dus verklaar je. En dan maakt het misschien geen eens uit dat je helemaal weet met wie mensen hebben gepraat, maar gewoon vertel waarom. Nou, dat vind ik heel erg belangrijk. In mijn geval is het zo dat mijn standpunt nogal vooruit ging aan het standpunt, zeg maar, waar overigens mijn partij nog steeds niet helemaal uit is.
Ik heb heel nadrukkelijk gezegd wat mijn afwegingen daarvoor zijn. Natuurlijk is het zo, er komt altijd nieuwe informatie bij. En dat betekent dat je moet sturen. En dat is ook altijd maar wat ik hoop dat politici doen. Als je gewoon uiteindelijk compleet andere informatie krijgt, zoals we nu hebben gezien in deze film, helemaal op het eind. Dat als iemand zeg maar gewoon een zoveel informatie krijgt of van een andere kant, dat hij uiteindelijk op een ander standpunt terechtkomt, dan moet je dat ook heel nadrukkelijk aan durven geven als partij, als politicus. Bij mij is heel nadrukkelijk op mijn sites en in mijn tweets en in mijn bijdrage te lezen waarom ik tot deze conclusie kom. Als dat de vraag is, wil ik daar best nog op ingaan. Meneer, ik ben ook wel benieuwd, meneer Vermeer, u volgt de politiek, u volgt als journalist natuurlijk ook de besluitvorming in de politiek en hoe bepaalde beslissingen tot stand komen. Hoe oordeelt u daarover? Heeft u bijvoorbeeld ook voldoende toegang tot ja, dat kijkje achter de schermen en die weging van de argumenten eigenlijk waar het dan op neerkomt? Ik volg als wetenschapsjournalist natuurlijk de politiek op enige afstand, maar het valt mij altijd op dat informatie die vanuit de wetenschap wordt aangereikt zo weinig doorklinkt in het politieke debat en eigenlijk zo weinig gebruikt wordt. En ook de onzekerheden die wetenschappers aanreiken. Om een voorbeeld te geven, de ecologische hoofdstructuur, al 20 jaar een heel belangrijk punt in Nederland. Het idee dat je natuurgebieden aan elkaar moet verbinden en dat je daardoor een sterkere natuur krijgt. Daar wordt vanuit de biologie heel verschillend over gedacht. Er zijn ook biologen die denken dat dat contraproductief is voor de veerkracht van de natuur. Men is daar helemaal niet over eens. En toch is de politiek al 20 jaar op deze koers. En daar is heel weinig uitwisseling, zoals we zien. Mm-hmm. Mevrouw Peters? Ik vind het fascinerend. Het voorbeeld dat we nu ook in Nederland voor hebben. Er komen allemaal nieuwe rapporten over de risico's van proefboringen in Nederland. En als ik de commentaren lees, hè, dan is de situatie in Nederland allemaal zo verschillend van de Amerikaanse. Die risico's die zouden wij niet lopen zoals ze in Amerika hebben gelopen. En zelfs ook Louise Fresco, een wetenschapper die ik erg hoog heb, die zegt, nou ga maar door met de proefboringen als ik haar goed heb begrepen. En de regering komt er toch niet mee weg. Dat lukt ze niet. En dat is die kwestie die u aansneed. Dus kennelijk worden de argumenten van gezaghebbende wetenschappelijke bureaus, van de regering, niet verkracht. Dus je komt nergens, met hoeveel wetenschap je ook maar hebt, als er geen draagvlak is voor de boodschapper. Dus ik vind de keuze die dan nu is gemaakt, om meer tijd te nemen voor het investeren in draagvlak, meer tijd voor gesprekken met omwonenden, vind ik een hele verstandige. Dan maar wat meer tijd in een democratie voor sommige dingen, waar informatie moet landen, maar vooral ook geloofd en vertrouwd worden. Misschien mensen die daarop willen reageren. Is wel interessant om te zien of dat gevoel gedeeld wordt hier in de zaal. Zijn er mensen die zich daarbij aansluiten? Ik verbaas me wat, als ik een beetje stellig moet zijn, over het strikte onderscheid wat er wordt gemaakt tussen een aantal aparte sectoren. Er zou een open wetenschap zijn die onafhankelijk is. Er zou een bedrijfsleven zijn dat een aparte kolom in de samenleving vormt. En dan zou er nog een overheid zijn die hier ook nog verward wordt met politici. Er is gewoon een groot overheidsapparaat. Mensen die hun geld verdienen met overheden zijn. Dat geldt voor het bedrijfsleven, dat geldt voor wetenschap. En dat geldt ook voor die environmentalists. Die ene jongen, maar dat is een groot bedrijf in Noordwest-Europa en de rest van de wereld. Dus die samenbinding van die kolommen en de pendel van mensen daartussen, volgens mij zou daar een ethiek over ontwikkeld moeten worden. En niet alleen een bedrijfsethiek, maar ook een overheidsethiek, om het zo te zeggen. Een wetenschapsethiek, daar is de laatste tijd ook wel grappig veel over te doen geweest. Maar ik denk dat als we dat, die complexiteit, niet willen erkennen, dat we allemaal achter schimmen aan blijven lopen. Neem even alleen één voorbeeld hier in deze stad, Den Haag. De wethouder die het meeste geld omzet, dus de wethouder ruimtelijke ordening. De wethouder die de meeste geheime dossiers heeft verkondigd, waar niemand over mag spreken, heeft informeerd telkens de gemeenteraad in het geheim. Dat is de wethouder ruimtelijke ordening. Dus, maar u zegt, u voelt dus nattigheid? Of? Nou, ik voel niet nattigheid. We moeten ook geen wantrouwen. Alsof er daarnaast mensen zijn die goedgelovig wel vertrouwen.
Ik denk dat het een, eerder zou ik het zeggen, sceptische houding permanent noodzakelijk is. Onder mensen die zich politici noemen, die zich bedrijfsleven noemen, die zich wetenschapper of wetenschapsjournalist of wat dan ook noemen. Daarvoor moeten we zeg maar niet in de karikaturen van de film vervallen. Ja, als politicus, u heeft daar misschien het meest mee te maken, dat wordt permanent wantrouwen. Voelt u dat zo? Ja, dat is permanent wantrouwen zeker. Zeg maar gewoon ook over Europa, omdat mensen dus inderdaad ook bij Europa het idee hebben dat het zo groot is dat ze het niet meer kunnen bevatten. Hè, mm-hmm. Wat er daar gebeurt, de belangen die er zijn, de informatie die daar vandaan komt. Bovendien is het zo, het gedeelte van die informatie natuurlijk niet Nederlands is of niet Nederlands gekleurd. En dat maakt het natuurlijk alleen nog maar veel enger. Ik wil heel even terugkomen op twee dingen. De regering komt er niet mee weg omdat er iets gebeurt. Wat er ook in het verleden is gebeurd, bijvoorbeeld met CO2-opslag. We herinneren ons allemaal Barendrecht. En dat is ook wat ik elke keer zie. Dat is ook misschien een klein beetje de fout die de Europese Commissie maakt in het pushen van Europa. En dat is, als je dus de hele tijd maar zegt waarom dit goed voor u is. En dat is tenslotte wat we minister Kamp de hele tijd horen zeggen. Van nou, dit is goed voor u of dit is goed voor Nederland. En zo'n blijde boodschap is iets wat we op de een of andere manier tegenwoordig niet meer helemaal geloven. En dat is, wij willen pas iets, zeg maar gewoon geloven als we ook, zeg maar gewoon de moeilijkheden. We moeten zelf een klein beetje door een soort struggle heen zijn gegaan voordat we dat uiteindelijk oppakken. Ik denk dat, even terug naar de, dus als hij zeg maar ietsje kritischer zou zijn geweest, zou iedereen waarschijnlijk gewoon veel meer geloven, zeg maar gewoon dat schadelijk mogelijk allerlei positieve gevolgen heeft. Iets anders is van waarom pakken politici weinig wetenschap op? Overheid is iets anders, want volgens mij is er een hele nauwe link tussen de overheid en tenslotte is wetenschap in Nederland publiek geld. Dus tussen de overheid en de wetenschap zit het wel goed, maar tussen politici en wetenschap inderdaad. Zit er goed tussen de wetenschap en de overheid? Maar en dat is omdat politiek is het handelen in belangen. Je vertegenwoordigt belangen. Belangen zijn waardoor je daar wordt neergezet en waardoor je wordt gestemd. Het zijn in het algemeen de burger heeft eigen belangen en hij zet die belangen op een rij om uiteindelijk zijn politieke keuzes te maken. En wetenschap is natuurlijk eigenlijk gewoon proberen te objectiveren, te kijken. En wanneer gaat dat leven? Wanneer er met zo'n onderzoek, met zo'n wetenschappelijke uitkomst aan de haal wordt gegaan door mensen die daar een belang bij hebben. En dat is niet altijd het geval. Ja, meneer Graafland, ja? Ik denk dat politiek ook heel erg het proberen te realiseren van doelen is, waarop je gekozen wordt. En de betekenis van wetenschap zou kunnen zijn om middelen aan te reiken hoe je die doelen het beste kunt bereiken. Daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan, allerlei doelen hoe je die goed kunt bereiken. Het is kennis die een politicus zeer heel goed tot zijn nut kan maken. En meneer Graafland, ik zag u net wel wat fronsend kijken toen gezegd werd, nou de minister moet eigenlijk maar aangeven dat hij het zelf, dat hij ook twijfels houdt. Ik zag u fronsend kijken, daar bent u niet mee eens? Zit het natuurlijk met een politieke werkelijkheid waarin ruimte voor nuance misschien ook vanwege de kiezer wel niet zo heel erg groot meer is. Dus politici moeten steeds bedrevener naar gewoon in simpele boodschappen om nog die moment 10 seconden voor de tv een boodschap kwijt kunnen. Dus het is wel we zitten allemaal in een soort ontwikkeling waar misschien niet heel veel ruimte is voor nuance. Even terugkomend op uw punt, dat natuurlijk heel veel partijen zijn die ook allemaal met elkaar verbonden zijn. Ik denk wat heel belangrijk is, en ik geloof wel dat in Nederland dat nog steeds wel zo is, dat er check and balances is. Dat we een vrije media hebben, dat er toch zo is dat we van meerdere kanten geïnformeerd worden. Dat geeft verschillende geluiden, dat maakt het ook wel moeilijker. Maar in principe is de wetenschap in Nederland nog, nou, naar mijn inschatting, toch nog wel wetenschap. Toch nog wel redelijk zelfstandig in haar financiering. Wat een gevaar, dat heeft u ook al gezegd, op het moment dat je dat veel meer gaat commercialiseren en dus ook vanuit die hoek een stuk onafhankelijke basis weg gaat vallen, dan zijn we denk ik als beleidsmakers, maar ook als samenleving, veel slechter af. Ja. Dat is natuurlijk wat in deze film niet zozeer een thematiek is,
Maar wat in deze film wel een thematiek is, is dat bedrijven, naarmate we een sterke concurrentie hebben op de markt, dan zijn bedrijven natuurlijk erg geneigd om toch wel heel strategisch te opereren. En kan je haast niet van ze verwachten dat ze alle informatie die dus ook tegen hun commerciële belang ingaan, op tafel leggen. Dus die moet een tegenkracht hebben, die moet in balans zijn. En in Nederland is dat nog wel het geval, maar ik denk wel dat we op onze tellen moeten passen. Als je ziet bijvoorbeeld hoe werkgeversorganisaties in zekere zin sterker zijn geworden ten opzichte van vakbonden. En ik denk bijvoorbeeld, dat vond ik zelf, dat 1 of 2 weken voor de verkiezingen bracht de VNO-NCW een rapport uit over Europa, wat dan weer geïnformeerd was door een ING-studie, waar je allerlei vragen bij kon zetten. Maar die kwam prominent, zo 1 à 2 weken, met een hele duidelijke boodschap, die natuurlijk overeenstemde met hun visie. Dan denk ik wel, dat deed CPB wat netter, want die kwam met een rapport 4 weken voor de verkiezingen, dus iets meer tijdspan. En dan heb ik wel iets meer vertrouwen, toch wel, dat het CPB, qua organisatie, nog iets van die integriteit heeft. Dat ze de mensen die hier werken, ik heb er zelf gewerkt, alweer 14 jaar geleden, maar het zijn wel mensen die in principe die toch wel die houding hebben willen weten hoe het werkt. Maar toch hoor ik u tussen de regels zeggen, een politicus die nog twijfelt in het openbaar, die moet dan maar wetenschapper worden, want dat kan gewoon niet in nou, in die... het is in zekere zin een probleem. Ik sprak vorige week nog met Aarslop van de ChristenUnie. En het viel mij op hoe hij de spanning ervaart van kiezers die weglopen op het moment dat je net het verkeerde zegt. En dan voor zo'n partij als ChristenUnie had ik dat niet verwacht. Ik had gezegd, mensen schrikken toch niet. Dus het stroomt allemaal zo dat je de ruimte om een eerlijk verhaal te houden, een genuanceerd verhaal, is in de politiek toch wel smal geworden. Is mijn indruk. Mevrouw Peters, u heeft het ook allemaal van binnenuit beleefd en gezien. Dan mag ik 2 voorbeelden noemen. Ik word erg getriggerd door wat u opmerkt over. Er is in de politiek zo weinig ruimte voor nuance. Ik kan dat alleen maar onderschrijven. En desalniettemin, ik heb 2 voorbeelden aan de lijve ondervonden, hoe dat toch niet soms een stapje vooruit verhindert. Dat er niet altijd ruimte is voor nuance. 2 machtige lobby's meegemaakt als oud-Kamerlid. Eentje was die van de entertainmentindustrie, als het gaat om de discussie over auteursrechten. Andere was die van de olie- en energieindustrie, als het gaat om transparantie van bedrijven. Er is weinig ruimte voor nuance, maar toch was er ineens in de wereld een enorme stap gezet toen eerst Amerika en later Europa wetgeving aannam die bedrijven die opereren in gebieden waar de risico op mensenrechten schendingen door het handelen van bedrijven groot is, verplicht meer transparantie te betrachten over hun operaties in die gebieden. Olie- en gasindustrie, helemaal en breed en bestookte de politici om het vooral niet te doen. Het is er wel gekomen. En dat betekent echt een andere wijze van opereren. Is een eerste stap. Ander iets is, entertainmentindustrie, een van de grootst groeiende industrieën, een hoop geld in verdient. En de auteursrechtelijke bescherming die wordt steeds uitgebreider naarmate de erven van Walt Disney meer nodig hebben. Toen het downloadverbod ter discussie stond en politici terugdeinsten voor de lobby van de entertainmentindustrie, toen zijn burgers zelf in actie gekomen. Toen is er, ik zeg niet dat het een schoolvoorbeeld is, maar het is als gelopen als volgt. Er is een wereldwijde actie van burgers gekomen die het congres in Amerika bestookten met allemaal e-mails. Ze hadden zichzelf geïnformeerd op internet. Vooral feiten wilden ze weten over hoe waar is dat, die claims van de entertainmentindustrie. En hebben op die manier buiten de politiek om een downloadverbod voor internetters weten te voorkomen. Dus er is burgeractie mogelijk. En soms lukt het de politiek toch nog wel om een stapje te zetten. Ja, dus NGO's, u noemde dat eerder, die spelen een rol in dat proces om deze toegang te verschaffen tot die openbare informatie op een manier die ze vervolgens met een lobby-instrument inzetten. En u zegt eigenlijk, in de toekomst zul je meer zien dat burgers zich gaan verenigen, thematisch op bepaalde onderwerpen, om hun belangen te behartigen. Ja. Is dat reëel? Gaan we dat in de toekomst vaker op die manier zien, dat burgers thematisch zich verenigen?
de keerzijde van de informatiesamenleving is dat politiek steeds minder het exclusieve kanaal wordt voor die handel in informatie en belangen waar je het over had. Burgers kunnen dus steeds beter zelf voor bepaalde belangen opkomen als je beter bent geïnformeerd. Mm-hmm. Dus ik denk dat je een steeds verdere uitholling van de monopolie en exclusiviteiten van parlementariërs, bestuur zult zien. Oké. Okay. Nog reacties in de zaal? Mensen die willen reageren, want anders zijn we straks klaar. En zeggen van, ja, waar was u met de microfoon? Mag ik hier heel eventjes nog aanvullen? Die burgeracties, dat zien we inderdaad steeds meer, maar het zijn niet altijd, soms is het een fantastische actie, maar soms zijn het heel oppervlakkige geïnformeerde acties, waardoor de politiek wel degelijk plots in één keer wijkt, omdat er inderdaad zo'n stroom aan burgeractie komt, dat er inderdaad allerlei beslissingen plotseling worden afgehouden of niet doorgaan, omdat er inderdaad dus kennelijk is gemobiliseerd. En af en toe moet je toch ook weer afvragen, en wie zit daar dan? Ja. Nou, ik als burger heb een probleem. Aan de ene kant is er heel veel informatie, zeker via Google, internet, daar kunnen we weten wat de waarheid is. Aan de andere kant heb je nog de achterkamertjes geheimen die ik ook niet ken. Het andere probleem is dat de media, die een controlerende taak heeft, die steeds verder afziet takelen. Ja, dat die hebben ook weer commerciële belangen. Ik als burger, het enige wat er overblijft, is mijn onderbuikgevoel. En dat is het allerlaatste wat ik eigenlijk wil, maar er is eigenlijk niets anders meer. Hoe moet dat nou in de toekomst? Ik weet het niet. Dat is misschien wel een beetje zorgwekkend dat u dat zo stelt. Zit u in een vertrouwenscrisis? U weet het gewoon niet. Ergens soms wel, ja. Oké. Soms denk ik. Ja, maar waar is dat dan vooral aan te wijten? Is dat aan de ene kant dat iedereen over elkaar heen buitelt als het gaat om feiten? Aan de ene kant te veel informatie. Google, daar weet niet meer wat de waarheid is. Ja, want dan is zoveel te vinden over een probleem dat je nog niet weet. Dus de duiders, die zijn er niet. De media die de duiders moeten zijn, dat zie je steeds meer afkalven. Ja, steeds kleiner. Het moet allemaal heiliger worden en minder inhoudelijk. Ja, ik weet het niet meer, dus onderbuik, die blijft open. Ja, hoe kijken we daarna, meneer Vermeer, als journalist? Is dat, u krijgt er misschien een beetje van langs, althans de hele journalistiek, de duiders, het ontbreekt? Of? Ja, ik herken het wel. Afgelopen maandag, toen dat rapport van Schadigas 's ochtends om 9:00 openbaar werd, had niemand van tevoren gekregen nog. 9:02 was de verslaggever van Radio 1 in staat om daar een samenvatting over te geven. Hij las wat woorden van de eerste bladzij op. En omdat er ook tegenhoor moet plaatsvinden, werd een actievoerder die toevallig in Canada was uit zijn bed gebeld. Die het rapport al helemaal niet had gezien, maar het wel een heel slecht rapport vond. Dat herken ik wel. En de journalistiek staat erg onder druk financieel ook. Neem allemaal een krantenabonnement. Aan de andere kant zijn er ook wel heel hoopvolle ontwikkelingen in de journalistiek. Afgelopen maandag had Joop.nl een heel uitvoerige discussie op zijn blog over deze ontwikkelingen. Er zijn nieuwe media zoals De Correspondent, die binnenkort van start gaat, die juist die diepgang zoekt en dit soort kwesties wil opnemen. Nou, niet meer de jagerigheid van alle dag, maar meer de rust om op afstand ook naar dingen te kunnen kijken. U zegt ook dat mist eigenlijk op dit moment in het hedendaagse medialandschap nog te zien. Op sommige plekken wel en op andere plekken zie je dat opnieuw ontstaan. Okay. Omdat maar ik denk dat de lezer en de burger daar ook behoefte aan heeft en dat het gelezen wordt. Want anderzijds zullen veel mensen met veel plezier om 8:58 geluisterd hebben en weten wat er voor informatie op dat moment beschikbaar was. Ja, de conclusie was dat het een heel partijdig rapport was, nadat niemand het had gezien. Reacties daarop, meneer Graafland. Ja, u schrijft soms mee aan dat soort rapporten die dan ineens de wereld ingaan. Wat mij even in het hoofd sprong is dat met transparantie, we weten allemaal dus dat informatie heel veel en ingewikkeld is. En uiteindelijk zijn er heel veel gevallen waarin we toch te weinig informatie hebben om zekerheid te hebben. En dan komt het dus pas aan op vertrouwen. Want dan moet het een stukje overgeven. En dan, als het gaat om die dimensie van vertrouwen in bestuurders, maar ook in bedrijven, dan kom je uiteindelijk wel bij de kern van ethiek. Dat zit hem dan toch van, hoe betrouwbaar is nou een bedrijf? Of is die bestuurder? Hoe integer
en dat, dan kom je eigenlijk over de deugdethiek. Hè? Dus de, ja, wat kan je nou echt van ze vatten als je dus niet in alle informatie hebt? Je moet het een soort overgeven. Weet je dan toch dat een bedrijf uiteindelijk het voordeel van de klant op het oog heeft? Of gebruikt bedrijf de informatie achterstand van de klant om er extra van te profiteren? En dat geldt ook voor bestuur. En de vraag, dat is natuurlijk een worsteling waar we denk ik wel mee zitten van... Misschien. Hoe krijgen we, wat is nou de basis voor die integriteit? Hoe maar laten we dat eens concreet maken. We hebben de film gezien, een $9 billion company, hè, wordt in de film volgens mij 2 keer gezegd. Moeten wij een $9 billion company vertrouwen? Of zegt u op voorhand van nou, met wat ik gezien heb? Dat is dus, in zekere zin, ik zei het net al, als we dus een marktcontext hebben waarin concurrentie scherp is, waarin het eigen belang toch algemeen als een legitieme waarde wordt gezien en het winst maken of de aandeelhouderswaarde toch als het belangrijkste doel van onderneming, dan wordt het wel moeilijk om ook te vertrouwen dat het bedrijf winstkansen laat liggen vanuit een stuk integriteit en klant echt de dienst willen verrichten voor de klant. Dus het heeft wel met heel onze economische orde te maken en ook met de toch de heersende ideologie van wat is nou de verantwoordelijkheid voor bedrijven in zo'n marktcontext. De zomerconferentie duurt nog de rest van de week en u kunt ook nog aan tal van activiteiten deelnemen. En misschien is het interessant om aan jullie nog even te vragen, want jullie hebben vanavond hier een belangrijke rol gespeeld in deze discussie, maar er zijn misschien ook vragen waarvan jullie zeggen dat zou wel mooi zijn als daar misschien volgende week een antwoord op is. Of als daar nog met bijvoorbeeld de nationale ombudsman zich over heeft uitgesproken. Is er iets waarvan jullie denken, nou, dat is nou wel een vraag die ik zou willen neerleggen voor de rest van de conferentie? Mevrouw Peters. Ik ben wel benieuwd wat het geïnformeerde publiek van het Montesquieu Instituut denkt over... Vind je nou dat je van bedrijven, die gewoon private ondernemingen zijn, gelijk worden gesteld als natuurlijke persoon? Hè? Mijn business is my business, is not your business. En of je die toch aan transparantienormen kan houden, bij wet, verplicht, omdat ze zich begeven op het publieke terrein? En in hoeverre dan? Nou, laten we eens kijken. Het bedrijfsleven. Eigenlijk is de vraag, moet dat meer verplicht gaan worden? Hè? Moet de Tweede Kamer zeggen, we gaan gewoon wet maken. We gaan bedrijven verplicht stellen om meer gegevens openbaar te maken. Misschien bijvoorbeeld waar het ook gaat om hè, de belastingconstructies die ze toepassen. Wie wil daarop reageren? Zijn mensen het daarmee eens? Of zijn we toch misschien wat gelaten daarin? Of hoeft het niet zo nodig? Mag u eens vragen? Ja, ik ben het ermee eens. Ik vind dat als het publieke domein betreft, dan hebben ze een verantwoordelijkheid. En verantwoordelijkheid, daar hoort bij dat je afgerekend kan worden. Nou, door wie moet je dan afgerekend worden? Door je klant, lijkt mij. En die kan dat alleen doen door de informatie te hebben. Dus ik ben het daarmee eens, maar hoe ver je moet gaan is twee. Want ik ben het ook eens met my business is my business, zeg maar. Dus, ja. Ja. U heeft de verruiming van de wet openbaarheid bestuur ingediend. Kunt u nog even aangeven wat is de status daarvan? Want die wetswijziging, ja, die is, het kabinet is gevallen, er is veel gebeurd in de politiek. Hoe staat het ermee? Gaat dat er nog komen, hoopt u? Ja, de wet is ingediend. Dus de Tweede Kamer gaat hem behandelen. Er is een advies van de Raad van State verschenen. In reactie daarop komt er een nader rapport. Dat is de volgende fase in het wetgevingsproces. Ik ben nog druk aan het werk met het team wat dat nader rapport aan het schrijven is. En een van de heikele punten, kijk, een politicus is op zoek naar een meerderheid. Een mooi verhaal opgeschreven in het wetsvoorstel, maar kan het ook een meerderheid krijgen. En dan kom je de heikele punten tegen. En het heikelste punt in het wetsvoorstel is de uitbreiding die we voorstellen naar meer transparantienormen voor nog niet eens de private sector, voor de semi-publieke sector. Dus dan heb je het over nutsbedrijven, waterbedrijven, openbaar vervoer, aanbestedingen, dat soort dingen. En daar wordt hetzelfde argument gebruikt? Dat is informatie die we niet moeten willen vrijgeven omwille van gevoeligheid of misschien concurrentie? Een gouden argument van mensen die dat niet willen. En dat is een argument dat komt de hele tijd tegen in de politiek is... We moeten niet doen aan administratieve lastenverhoging voor het bedrijfsleven. Dat is een moeilijk argument. Hè? Wie wil bedrijf
extra kosten jagen. Oké. Nog even dat thema verleggen naar Europa. Volgend jaar zien we Europese verkiezingen natuurlijk. Als u kijkt naar het proces, het wetgevingsproces dat in Nederland plaatsvindt, juicht u dat toe? Of gaat u toch wat meer de richting op dat u zegt van we moeten wel heel goed blijven nadenken hoe we dat organiseren en met welke achtergrond? Ja, eigenlijk als aanvulling op dat een politicus meer zoekt. Ik moet zeggen, als politicus zoek je eigenlijk verwezenlijking van je ideaal. En daar heb je natuurlijk een meerderheid voor nodig. Maar de vraag is welke volgorde je dat doet. En af en toe denk ik wel eens, is cynisch dat we meer op zoek zijn naar de meerderheden dan verwezenlijking van ons ideaal. Daar heb je ruimte ook voor nodig om die discussie te hebben. En ik moet zeggen, vroeger in de jaren 70 hadden we zo'n woord als brede maatschappelijke discussie. En dat zag je een tijdje niet meer terugkomen. Maar nu met het uitstel van dat hele schaliegas, de proefboringen, krijgen we misschien alsnog weer de brede maatschappelijke discussie terug. Alleen het moet natuurlijk altijd een geïnformeerde discussie zijn. En niet zoals we in de tijd hebben gedaan rondom het referendum over Europa. Dat iedereen de grondwet in zijn brievenbusje vond. En daar gewoon niets mee kon, niks van kon maken. Dus een brede maatschappelijke discussie moet ook echt worden georganiseerd. Zodat iedereen alle hoeken en belangen hoort. Want eigenlijk is het zo, als iedereen heel eerlijk is, hebben we altijd met onze onderbuik beslist. En beslissen we daar gewoon in de toekomst ook mee. Alleen, ik denk dat we als overheid natuurlijk, we moeten weten waar de informatie vandaan komt. En ik denk dat we dat af en toe nog te weinig weten. De informatie die je nu leest, is gesponsord door. En natuurlijk moet alles online staan. Maar wie de informatie geeft is ook heel erg belangrijk. En als overheid moeten we duidelijk gaan deze brede maatschappelijke debat nu aangaan. En heel nadrukkelijk alle mensen neerzetten om verschillende belangen te dienen. Okay. Tot slot, Bram Vermeer. Vanavond nog inspiratie gevonden om morgen ergens in te duiken? Om een nieuw thema erbij te pakken? Ierland misschien? Heeft u iets? Ja, misschien wel. Of als die Bob er doorheen komt, zou ik me heel graag eens bladeren door de energiestatistieken van de luchtbedrijven. Er is enorm veel discussie over wat windmolens bijvoorbeeld nu echt opleveren. En dat zou eruit moeten blijken. Dus ik hoop dat er doorheen komt. Dan heb ik echt veel aan. En er valt een hele sector buiten de Bob op dit moment, ja. En als je dat erin weet te krijgen. Ja, dan ga ik ze in een klassieke reflex schieten en aan de wetenschapper vragen. Heeft u tot slot nog wat wijs advies voor ons allemaal? Is er iets waarvan u zegt van nou, dat wil ik nog wel even als wetenschapper iedereen meegeven? Nou, een van de zaken die ik behandel in het college is hoe kan het dat een eerlijke werknemer soms toch tot handelingen komt die niet zo eerlijk zijn in de context van een bedrijf. Ik denk dat we ook allemaal wel eens in ons eigen hart moeten kijken. Dat er inderdaad een heel aantal valkuilen zijn die ons ook onder onze goede bedoelingen toch soms eenzijdig met informatie om ons aan te gaan. Maar dat leidt dus tot een oproep tot interne reflectie. Nou, met de film van vanavond erbij denk ik dat we behoorlijk wat inspiratie hebben om hier thuis over na te denken. Om geïnformeerd de krant te blijven lezen en vooral dat abonnement te nemen. Ik moet oppassen met de piep. Wij gaan afsluiten en we hebben voor jullie ook nog een klein bedankje voor jullie bijdrage vanavond. Dat is het boek Verloren Consensus. Dat ligt hier achter. Dit is een onderzoek van het Montesquieu Instituut. Ik weet niet of dit openbaar is. Kunnen we dit allemaal downloaden? Nee. Dat vast niet, hè? Nee. Daar hebben we dan nog WikiLeaks voor nodig om dit op het internet te krijgen. Dus als jullie het allemaal gaan inscannen en morgen online zetten, hebben we dat probleem getackled. Een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Groningen en de Universiteit Nijmegen. En het behandelt het debat over de Europese integratie in de Nederlandse politiek. Misschien kent u het al en anders heeft u denk ik heel veel leesstof voor de trein naar Brussel in deze dagen. Mag ik jullie heel hartelijk danken voor jullie bijdrage en u allen wens ik wel thuis. En natuurlijk kunt u nog wat drinken aan de bar en vergeet vooral ook niet een blik te werpen op de activiteiten van het Montesquieu Instituut in de rest van de week. Dank u wel en tot ziens.